Goed. Tweede deel. Zoals beloofd, dat wordt iets sappiger dan het vorige deel. Ja, en dat is allemaal begonnen, letterlijk en figuurlijk, ja. Dat is allemaal begonnen met dit artikel. Dat blijkbaar NASA geïnteresseerd is om, als ik dat zo vrij mag vertalen, om stront op de maan te gaan onderzoeken. Waarom zou NASA de stront van de Apollo-astronauten op de maan gaan onderzoeken? Wel, als je je lachend kakje gelegd hebt, daar zitten nogal redelijk wat beestjes in. Die beestjes zijn achtergebleven op de maan. We hebben dus eigenlijk leven achtergelaten op de maan. En NASA wil dus weten hoe dat na 50 jaar, wat dat daarmee gebeurd is. Die beestjes zullen ongetwijfeld dood zijn, daar gaan we wel van uit. Maar misschien dat ze kunnen afleiden hoe lang dat geduurd heeft en wat dat er allemaal gebeurd is enzovoort enzovoort. Stel ik me wel de vraag, want je vindt dat bericht dan, is NASA daar echt in geïnteresseerd? Ik heb daar niet direct iets van gevonden. Ligt er wel iets op de maan? Dus we gaan dan op zoek van, hoe gaat men? Er zijn inderdaad dingen op de maan achtergelaten, zoals Apollo 11, het eerste dat de astronauten gedaan hebben, toen dat ze het deurtje hebben opengedaan van de maanlander, dat was het vuilnis buiten gooien. De eerste foto die genomen is op de maan door Neil Armstrong, toen dat hem begonnen is met zijn panoramaken, is eerst deze foto waar dat het vuilnis van de astronauten op lag. De vraag is nu, zit hier al in of is dat dan later gedumpt? Want voordat ze vertrokken, hebben ze al de rest buiten gegooid, dat ze meer nodig hadden. Wel, er is een document dat je kunt vinden waar dat alles staat opgestomd wat op de maan is achtergebleven. Maanlanders uiteraard, maar ook, vrij vertaald is dat gewoon een plastic zakje waar dat je in kunt poepen, ook plastic zakjes waar dat je in kunt plassen, plastic zakjes waar dat je in kunt overgeven. Dat zijn de drie zaken die op de maan zijn achtergelaten. Nu, het is nu niet omdat die zakjes op de maan liggen dat die ook gebruikt geweest zijn. Ja, dat staat daar niet bij, dat kun je daar niet uit afleiden. Dus gaan we eerst eens een keer na van hoe gebeuren die dingen. En we beginnen met de kleine boodschap. Of zoals je soms een YouTube-filmpjes met Amerikaanse astronauten tegenkomt, als ze dat in het ISS uitleggen, is dat number one en number two. Ja? Dat is dus niet van de Chinees, dat is kleine en grote boodschap. Dat is number one. En je ziet dan meteen dat plassen in een Apollo-capsule, dat dat allemaal ontworpen is voor mannen, dat er duidelijk geen vrouwen mee naar de maan zijn gevlogen. Want, ik moet dan niet zeggen wat je hier moest insteken, de urine kwam dan hierin terecht en als je dan gedaan had, moest je het juiste ventieltje opendraaien en dan, aangezien dat hier toch luchtledig is, ging dat naar buiten. Het was natuurlijk wel heel belangrijk, voordat je begon, dat je zeker zei dat bepaalde ventieltjes dicht waren, of dat kon wel eens best pijnlijk aflopen. Ten tweede, ik denk dat ook, als je zo een beetje proper van je eigen waart, dat je best 's morgens als eerste naar de badkamer ging, want dat ding werd maar één keer in de dag vervangen. Ja, de drie astronauten aan boord, zo ziet er dat in de echt uit. Ja, die kleur is misschien bewust gekozen, dat weet ik niet. Maar dat ene uiteinde hier, de urine dump nozzle, daar, als je het juiste ventieltje opdraait, spuit dat daar dus naar buiten. En dan zijn er altijd mensen die dus gaan kijken van kijk, ik heb hier een foto van de Apollo-capsule. Ik ga even dat ventieltje opzoeken. Hé, kijk, daar zit effectief een verkleuring aan. Dat is dus effectief gebruikt. Nu, is dat nu van de urine of niet, dat weet ik niet. Maar de wastewater dump nozzle, dat is vooral een ander afvalwater, daar heb je die verkleuring niet. Ofwel is dat niet gebruikt, ofwel heb je die verkleuring daar niet. Geef het maar even mee. Als je ooit nog eens een Apollo-capsule tegenkomt, dan weet je nou wat je moet zoeken. Dat is in de Apollo-capsule. In de maanlander heb je dat ventieltje niet, want dan komt dat gewoon, dan zet je de maan aan het besproeien. En dat gaan we niet doen, natuurlijk. Nu, als je naar de maan afdaalt, heb je een ruimtepak aan. Dat is natuurlijk al een bijkomend ding. Als je dan dringend moet gaan plassen, dan heb je dus, dat is uw ondergoed, zal ik maar zeggen. Daar zitten allemaal watertubekjes in om uw temperatuur van uw lichaam op de juiste temperatuur te houden. En daarboven doet je dus dat oranje spul aan. Ja? Als dat vol is, of als je dat dus wilt ledigen, dan zijn er dan ook het aantal van die knopjes voorzien die je dan ook in de maanlander kunt vastkoppelen en dan klepjes doen en dat komt dan in een containerje terecht. Ja? Vanaf een bepaalde maanlander, ik weet niet meer of dat nu vanaf 15 of zo was,
wordt dat containerje van het gedeelte waar de astronaut in zit, dat is dus het terugkeergedeelte, wordt dat gedumpt in een containerje dat in het daalgedeelte zit, dat dus op de maan blijft staan. Dus als dat inderdaad gebruikt geweest is, moet er wel degelijk een containerje urine op de maan staan. Dat noemt dan officieel dat hele ding hier de Urine Collection and Transfer Assembly. Dat is al één probleem opgelost. Tweede probleem, nummer 2, de grote boodschap. In de Apollo-capsule, als je naar de maan aan het vliegen bent, als je terug aan het vliegen bent, moet je dit gebruiken. Dat is dus, zoals de Apollo 7-astronauten zei in hun debriefing, als je de grote boodschap gaat doen, get naked, kleed je eerst volledig uit, want met je broek tot op je knieën en dan in gewichtloze toestand, dat is niet te doen. Kleed je gewoon volledig uit, plak die plastieke zak op je poep. Heel belangrijk op dat moment is de fingercot. Dat is dus geen gaatje in die plastic, dat is gewoon zo'n dingetje, uiteraard goed beschermd door die plastic, dat je eens een keer kunt voelen, zitten we wel juist, hè? Want als dat verkeerd zit, ja, dus zitten we wel juist. Dan doe je uw ding. Tweede belangrijke reden van dat vingerkot is, als er iets blijft plakken, kun je dat eraf friemelen. Ja? Dan kun je dat eraf halen, dan zit het daar. Dat wordt effectief zo beschreven, hoor. Ik ben gewoon iets vrijer aan het vertalen. Daar zitten ook natte doekjes in, om het allemaal proper te maken. Die doet je in die plastieke zak. En dan zit er hier ook zo een blauwe substantie. Die moet je daarbij in doen. Dan moet je die zak goed dicht doen. En dan moet je beginnen kneden. Dat dat blauw ding en de rest goed door elkaar zit. Want dat is dus, zoals wel uit de vertaling blijkt, dat is om alle beestjes dood te maken. Vraag ik mijn eigen af, waarom is NASA dan geïnteresseerd in de poep die op de man is achtergebleven als je net alles doodgemaakt hebt? Goed, daarmee dat ik ook mijn vragen heb bij dat ding. Maar zwart, het is een interessant onderzoek dat we aan het doen zijn. Ja? Nu, dat werkt niet altijd even goed, want er zijn verhalen te verzinnen dat de 3 astronauten van Apollo 10, Stafford, Young en Kernan, die lagen in een stoel. En wat komt daar ineens voorbij gevlogen? Komt daar een drol voorbij gevlogen. De eerste vraag is, van wie is die? 3 maal onder elkaar. Hey, die van mij is zo platnis, die van mij is een steviger. Dus dat is de conversatie die zich daar in de Apollo-capsule heeft afgespeeld. Dan heeft er dan toch een doekje tevoorschijn gehaald om die drol op te bergen. Kan gebeuren. Ja. Apollo, maanlander, je hebt heel dat pak aan. Je gaat u daar niet op de maanlander beginnen uit te kleden, want zo'n uitkleedmoment en terug aankleedmoment, je bent daar 45 minuten mee bezig. Ja, dat gaat dus niet rap. Mannen, 5 minuutjes break, moet eens even gaan grote boodschap doen. 45 minuten heb je daarvoor nodig. Maar als je in de maanlander zit, en het is zover, dan heb je geen 45 minuten tijd, je bent daar in volle maanlanding. Dus daarvoor hebben ze een pamper. Ja, pamper, dat bestond toen nog niet, hè, dat is een geavanceerde luier, of nog, ik zal het anders zeggen, een broek met een vergaarbakje in om het nodige in te verzamelen. Deze is van Shepard trouwens, het staat erop, dat je niet zou vergissen, ieder zijn eigen. Hè. Waar zit dat? Ja, dat zit dus onder dat liquid cooling garment, daarboven dat zou een beetje belachelijk zijn, dan heeft dat niet veel zin. Dat zit daar dus onder, dan heb je dus dat liquid cooling garment en dan heb je uw plas gedoe. Apollo 11 astronauten, Armstrong en Aldrin, die hebben dat allemaal aangedaan in een ruimtepak. Dan zijn ze hun maanlander losgemaakt, die zijn op de maan geland, die zijn gaan wandelen, die zijn teruggekomen, die hebben in hun ruimtepak geslapen, die zijn opgestegen en teruggekomen. Er is geen enkel hint dat ik ben tegengekomen dat die ook maar op één moment dat ruimtepak zouden uitgedaan hebben. Als ze dat nooit hebben uitgedaan, kan er ook volgens mij die zakjes die ze daar hebben achtergelaten zijn volgens mij dus ook allemaal leeg. Te meer, astronauten zijn niet dom. Voordat ze aan een maanlanding begonnen zijn, hebben ze een middel genomen om hun stoelgang af te stoppen. Hoe zou het zelfs zijn? Ja? Dus de kans dat zij een drol op de maan hebben achtergelaten is wel zeer klein en is in elk geval wat Apollo 11 mij betreft helemaal niet waar. Ze hebben dat ook aan de mensen van Apollo 15 eens een keer gevraagd, of ik heb dat interview dat teruggevonden. En een van die astronauten van 15 zei, ja, zegt hem, ik heb ook niks op de maan achtergelaten. Ja, dan zei die man, je bent daar wel 3 dagen geweest. Ja, zegt hem, 3 dagen dat opbouwen, dat is nu toch ook geen probleem. Hè? Dus de kans dat er effectief iets op de maan ligt, wordt al kleiner en kleiner, sowieso. Nu, de vraag is, ze hebben dus een Lomotil-tablet genomen. Wat hebben die mannen eigenlijk bij aan pillen? Ja, gaan opzoeken, maanapotheek.
voordeel van dergelijke strekking. Voilà, dat hadden ze allemaal bij, een soort van EHBO-kit of een uitgebreid reispakketje met nodige pillen, zalfjes, druppeltjes, koortsmetertjes, weet ik wat allemaal. Ze hadden heel wat bij. Je kunt, ja, dat is een ander zicht daarop. Hè. Je kunt dat ook allemaal terugvinden, wat het daarin zat. Welke vlucht, hoeveel dat ze ervan mee hadden en hoeveel dat ervan gebruikt is. Bijvoorbeeld, inderdaad, de Apollo 11 astronauten, die hebben 2 Lomotil-tabletten genomen. Voordat ze afgedaald zijn en als ze dus op 1 dag tijd, hè, dat werkt ze wel ongeveer. Wat ik dan zeer verbazingwekkend vind, met Apollo 17 hadden ze er 48 bij. Al die andere 24 en alleen Apollo 17 hadden er 48 bij. Waarom, dat weet ik dus ook niet, maar zwart. Ook leuk om te zien is, het zou waarschijnlijk allemaal niet te lezen, dat is niet zo belangrijk, dat naarmate de vluchten een einde naderen, of dat we andere vluchten krijgen, dat ook de inhoud van dat pakketje verandert. Hè. Er zijn bepaalde geneesmiddelen die misschien nog niet bestonden, of waarvan ze dachten dat ze geen nut hebben, dat ze die dan later toch meegekregen hebben. Maar dit is hetgeen dat in de Apollo-capsule zat. Dat is niet hetgeen dat ze mee hadden naar de maanlander. Wat hebben ze dan wel mee naar de maanlander? Oké, even verder zoeken. Daar bestaan ook fotootjes van. Dat was een beperkte versie van het andere ding. Was dat daar zoal in? Er zaten verbanden in, wat pijnstillers. Want er waren erbij die weinig geslapen hebben, om je toch een beetje terug op je positieve te brengen. Aspirine, dat hem al tegenkomen. Ook iets tegen het maagzuur en zo verder. Neusdruppeltjes, oogdruppeltjes, wat antibioticum, slaapmiddel. En ook spuitjes voor hartprobleempjes. En als je wat aan je tikker kreeg, zeker. En je wat pijn en wat verdovende toestanden en zo. Nu, een van de dingen waar astronauten al eens een keer last van hebben, hè, dat is het, wij noemen dat ruimteziekte. Hè. De NASA noemt dat het Space Adaptation Syndrome. Dat is hetgeen dat je krijgt als je in de ruimte bent en je moet je even aanpassen. Mercury en Gemini die hadden daar eigenlijk geen last van. Hoe komt dat? Als je die capsule ziet, in de Mercury-capsule lag je in je zetel en je komt daar toch niet uit. Het enige dat je kon bewegen, dat was misschien eens een arm en een been, maar je kon daar niet in zweven. Dat was geen plaats om in te zweven, dat was een conserveblikje waar dat in lag. Gemini was groter, maar dat lag dan met 2, dus dat was ook een veredeld conserveblik. Die mannen konden niet bewegen, dus die werden eigenlijk ook niet ziek. Apollo had je wel ruimte om te bewegen, in Apollo zijn ze effectief ziek geworden. Trouwens, het heeft geduurd tot in 1983 met de 7e Space Shuttle vlucht, voor alleen de dokter van dienst, Norman Taggart, die heeft effectief een meer uitgebreide studie gedaan van die ruimteziekte, van die bewegingsziekte. Apollo 7, daar wordt door sommigen gezegd dat die 3 astronauten ruimteziek zijn geweest, maar normaal gezien, na 2 dagen is uw lichaam aangepast en is die misselijkheid over. Die zijn de hele vlucht ziek geweest, die hadden dus effectief een griep. Ja? Met 3. Dat is een heel verhaal, je moet die voordracht maar op YouTube terugzoeken bij het Urania-kanaal. Dat doen we dat in geuren en kleuren. Een van de verhaaltjes is onder andere dat Anders, die was in de Apollo-capsule met iets bezig, zat zo ergens in een hoek en ineens ziet ze zo'n niet nader gedefinieerde blob op hem afkomen. En hij wist dus van, oei, onze baas Shira heeft het weer zitten, heeft weer moeten overgeven en heeft dat niet proper kunnen opvangen. En die blob kwam op hem af, heeft hij denk nog net kunnen ontwijken. Maar toen kwam er een andere blob op hem af van een andere kleur en toen wist hem ook, oké, de andere kant zit ook in de problemen. Shira had nog veel last van zijn neus, dus had de papieren zakdoekjes mee, snut, zakdoekje wegleggen. Weer opnieuw, snut, zakdoekje wegleggen. Nu, ik weet niet wat de voorraad papieren zakdoekjes was, maar Cunningham heeft op een gegeven moment gezegd, hey, Shira, ik zou die zakdoekjes van u toch een paar keer meer gebruiken, want zoveel hebben we er nu ook weer niet meer. Hè? Apollo 8. Daar mogen we zeker van zijn dat Borman inderdaad last had van ruimteziekte. Maar ze hebben dan niet gezegd, tegen het controlecentrum, vooraleer dat ze effectief op weg waren naar de maan. Die hebben eerst even rond de aarde gedraaid, dan de 3e trap opnieuw aangestoken en dan zijn die richting maan gevlogen. En als ze goed en wel op weg waren naar de maan, hebben ze via een beveiligd kanaal de dokters ingelicht dat een Borman niet goed was. Hadden ze dat vroeger gedaan, vergeet dan maar dat ze naar de maan hadden mogen vliegen. Dus die mannen, we zullen maar eerst iets zeggen als we zeker zijn dat we op de goede weg zijn. En toen begon het ook al wat te minderen, maar er was heel kort paniek bij de dokters, want die waren ook voor de allereerste keer, eerste vlucht die door de Van Allen gordels gevlogen was, dus we hadden direct een dokter, stralingsziekte. Ja, die zijn daar veel te kort door gevlogen, zo zap werkt dat ook allemaal niet. Heeft gewoon blijkbaar, ofwel
een inderdaad last van ruimteziekte of toch een kortstondig griepje, dat toen in de tijd ook op de Cape rondwaarde. En ik weet niet juist meer welke van de drie dat was, maar je ziet dat hij goed geschoren is, of dat hij geen baard terug heeft. Het is er dus in geslaagd om, op het moment dat ze dus uit het water opgevist zijn, en voorop leer dat ze op het vliegdekschip gelost werden, had hij dan een van de techniekers, of dat dat voorhand afgesproken is, dat is allemaal niet duidelijk, maar die had blijkbaar een scheermachientje bij, dus heeft zijn eigen nog rap kunnen scheren. En die wou er fris en vrolijk op staan op de foto. Ze hebben scopolamine en dextroamfetamine genomen. Dat schijnt was dat het middel tegen ruimteziekte. Wat ik heel raar vond, is niet zozeer dat ze dat voor de vlucht genomen hebben, maar dat ze ook na de vlucht genomen hebben. Vind ik raar. Ik heb dat ook niet direct verder achteruit gezocht waarom dat was. Misschien ook omdat ze niet goed wisten wat dat was of wat dan ook. Die van Apollo 17 die waren een beetje klunzen, want die hebben dat 2 dagen genomen en dan wisten ze niet meer waar ze het gelegd hadden. Dus er gaan al, hoe klein dat de capsule ook mag zijn, er gaat al eens iets verloren. Hè. En inderdaad, dat is ook een van de artikels waarom dat ik wat verder ben gaan zoeken, daar heeft inderdaad iemand uitgezocht. Hè. Die had ook gezien dat dus die motion sickness bags, dat zijn de papieren zakjes van het vliegtuig, maar dan de Apollo-versie, dat die inderdaad op de maan liggen, maar hij heeft dat onderzocht, die zijn nooit gebruikt geweest. Ja. Dus als je ooit op de maan komt en je voelt je niet goed, je weet waar dat je moet gaan zoeken. Nu, als je dan toch bezig bent met die zieke astronauten en zo, dan is mij nog iets opgevallen. Dat is dat er heel wat, of een aantal lanceringen geweest zijn waar dat de astronauten, voordat ze vertrokken, eigenlijk al ziek waren. Bijvoorbeeld Apollo 9, die lancering is effectief 3 dagen uitgesteld omdat de volledige bemanning ziek was. Dat is niet het moment om die mannen te lanceren, dus hebben ze gewoon 3 dagen gewacht totdat dat griepje of die verkoudheid uitgewerkt was en dan hebben ze die afgeschoten. Ja? Die Schweikert is daar niet helemaal van bekomen en is dan toch nog ziek geweest in de ruimte. Nu, het probleem was dat hij een echt ruimtewandelingetje moest doen. En als je in de ruimte, in je ruimtepakje bezig bent en je moet dan overgeven in je visbokaal. Ja, inderdaad, dat wilde niet meemaken. Dus we zijn maar veilig gespeeld en hij heeft dus gewoon even in het luik mogen staan. Hij heeft niet echt zijn ruimtewandeling moeten doen. Hij is gewoon even in het luik gaan staan voor wat dingetjes te doen, is te wuiven naar de camera en dan nog eens iets vast te pakken en zo. Maar meer heeft hij dus ook niet moeten doen. Maar het was ook nog eens een keer voor de astronauten een wijze les, want Schweikert heeft nooit geen vlucht meer mogen doen. Dus als je iets mankeert, sst, niks zeggen. Of dat er dan iets mee... Secondal was een slaapmiddel. Ja. Of dat er nu effectief iets mee te maken had, dat weet ik niet, maar hij heeft effectief dus geen vlucht mogen doen. Dat dat dus met die ruimteziekte te maken heeft, dat weten we niet. Hier is dat een schilderijke, denk ik, van de man. Ik heb nog 1 lancering gevonden die effectief is uitgesteld omwille van de ziekte van een bemanningslid. En dat moest ik al ver zoeken. Ik ben niet bij de Russen gaan zoeken, het is bij de Amerikanen alleen maar. Februari 1990 is er een shuttle-lancering onder andere uitgesteld geweest omwille van het feit dat de commandant ziek was. De ene dag was het omwille van die reden, de andere dag was het om andere reden, maar een van de dagen was in elk geval omdat de commandant ziek was. Dat, ja, ik vermoed, zoals bij Apollo, dat het te kort voor de lancering was om nog te gaan vervangen. En gelijk hier bij de shuttle, ja, omdat ze toch sowieso al dingen hadden, die ene dag kon er dan nog wel bij. Het zou waarschijnlijk niet van die aard geweest zijn dat je 2 maanden of 3 weken ziek ging zijn. Dus als dat maar heel kort is, dan zullen ze eerder uitstel verkozen hebben dan die te gaan vervangen. Want ik vermoed dat de laatste weken voor een lancering of zo, dan zal die reservemanning waarschijnlijk ook niet meer die training gehad hebben. Ik vermoed dat die op het einde dan toch iets minder voorbereid zouden zijn. Vermoed ik. Apollo 13, uiteraard, we kennen heel het verhaal van Apollo 13, wat er gebeurd is, maar een van de astronauten, Mattingly, die is effectief uit de bemanning verwijderd, maar hier was het dus wel degelijk vervangen door iemand uit de reservebemanning, omdat Duke, die is een kleine, die kreeg de mazelen, dan gaan ze direct onderzoeken, al onze astronauten hebben toch al dat wat gehad. Nee, Mattingly had dat niet gehad. Je staat zo op het punt om naar de maan te vertrekken, en als je dan de mazelen niet gekregen hebt, en je krijgt dat dan misschien onderwege toch te pakken, ja, dat is ook niet de ideale manier om naar de maan te vliegen en terug te komen. Dus hebben ze die eruit gehaald, daar hebben ze niet op gewacht, die hebben ze dus effectief uitgehaald en vervangen dus door Schweigert. Clou van het verhaal is, Mattingly heeft nooit de mazelen gekregen, ja? Dus had gerust mee kunnen gaan. Ja, die mannen, je weet wat er met Apollo 13 gebeurd is, hè, dat is die zuurstoftank ontploft, die hebben dan de vlucht helemaal in de maanlander doorgemaakt. Die hebben onder andere hadden die uitdrogingsverschijnselen, omdat ze dus ook op water geransoneerd waren. En om een idee te geven, Lovell was dus 7 kilo afgevallen op dat weekske tijd. Maanstof zit er een beetje als rode draad door het ganse verhaal van vanavond. Als je geen lavabo of geen douche hebt,
Als je dus van de maan terugkomt, zo ziet er ongeveer uit. Ja? En dat was bij Apollo 11 zo, dat was bij alle maanvluchten zo. Dus dat maanstof, dat plakte gewoon overal aan en je kreeg dat daar niet meer af. Of veel te weinig af. Ook niet de bedoeling, als je in de maanlander zit, als je dat daar begint af te kloppen, ja, dan zit dat dus in de lucht. Je begint in te ademen en dat is ook niet zo gezellig, zoals we zo dadelijk kunnen zien. Het gekke is, als we naar Apollo 17 kijken, daar hadden we voor het eerst, en ook de laatste keer, een geoloog mee. Die bleek allergisch te zijn aan maanstof. Want toen ze terug in de maanlander kwamen, begon hij ineens te niezen en kreeg hij rode ogen en zo. Allemaal verschijnselen, allergische reactie op maanstof. Dan zei dat eens een keer geoloog. Heeft daar gelukkig niet al te lang problemen mee gehad. Dat is dan toch overgegaan. Maar onder andere door dat soort van zaken, zelfs met het volledige spatbord erop, heb je al gezien hoeveel stof er werd opgewaaid. Er zijn dus inderdaad op een gegeven moment astronauten geweest die dus de volledige laag kregen. Dat krijg je er dus echt niet af. Zorg er ook voor dat al uw gewrichten van dat ruimtepak veel minder goed bewegen. Dat is, maanstof is zo scherp, die hadden dus, als je een ruimtepak hebt, hun schoenen, daar waren nog overschoenen overgetrokken. En dat was dan al iets, het is wel stevig materiaal, maar dat maanstof, na 3 dagen, zat er dat volledig door. Dus wel uiterst scherp. En ook, men vergelijkt dat dus met mijnwerkers die stoflongen hebben, alleen is dit dus geen stof. Dan kun je hem dan vergelijken met glaspoeder, juist omwille van het feit dat het allemaal heel scherpe kantjes nog heeft. Is sowieso een groot probleem als we ooit terug gaan naar de maan. Iets waar we dus effectief serieus terdege rekening mee moeten houden. Noemt, ja, dat is regoliet, ja. Dat is een schone naam voor maanstof, ja. Vreemde combinatie, maar ze hebben wel degelijk met elkaar te maken. Het begon met Apollo 15. Ten eerste, dat heeft dan iets minder met dit te maken, maar daar is ook het maanrecord aspirine eten genomen. Omdat Scott, die heeft daar dus, op een gegeven moment is hij beginnen aspirine te nemen omdat hij een pijnlijke schouder had. Hoe komt hij daaraan? Wel, dat was de man die als eerste die drillboor meekreeg. Alright. Begint dus in de maan te boren, geraakt dus vrij diep. We krijgen dat daar niet terug uitgetrokken. Dus wat doe je dan? Stoere jongen, je zit daar je schouder onder en je begint te duwen. Maar als dat vast zit, zit dat vast. En op den duur heeft hij zijn schouder zodanig bezeerd, dat hem dus om toch te kunnen slapen en de pijn te stillen, aspirine is beginnen nemen. En hij heeft dus naar verluid er 14 genomen. Wat, voor zover ik gelezen heb, een maanrecord is. Dan zijn ze dus terug naar de Apollo-capsule gevlogen. Hebben ze dus alle rommel die ze gevonden hadden op de maan, zijn ze dan aan het overladen. En ineens kreeg, hoe noemt hem daar weer, Irwin zeker, kregen we dan zo'n tikker. Dat is dus niet het moment om nu een tikker te krijgen als je ergens al overwege de maan hangt. Dan is dan gestopt. Dan hebben ze even met rust gelaten, dat hem terug op adem is gekomen. En dat kwam wel in orde. Later, als hij dan op de grond gekomen is en in zijn verdere carrière, heeft hem dus inderdaad nog 3 keer een hartaanval gekregen. En de laatste was dus fataal. Dus hij is op 61-jarige leeftijd aan een hartaanval gestorven. Dus hij heeft daar denk ik een beetje geluk gehad. Apollo 16, ja, de dokters zeiden, ja, waar komt dan ineens die hartritmestoornissen vandaan en zo? Ah, er waren een aantal en die zeggen van, ah, die mannen hebben een gebrek aan potassium, dat is kalium. En dan kunnen we dat oplossen door die mannen sinaasappelsap te laten drinken. Dus liter sinaasappelsap, maar het probleem is dat je daar nogal wat windjes van moet laten. En zoals Jong het zei, als je dus windjes laat, als je in je bed ligt onder de lakens, dat kan al stinken. Je kunt je dat wel inbeelden als je zo in je ruimtepakje zit en je moet er zo een paar laten, dat je dus wel een heel totaal andere atmosfeer hebt. Op een gegeven moment zijn ze met elkaar aan het babbelen. Houston heeft iets gezegd. Het eerste stukje is een beetje onduidelijk, daar heb ik de tekst niet van op scherm gezet, maar de rest van het gesprek staat er wel op, je kunt het eventueel al lezen ondertussen. Woordgebruik als dit en dat tot daar aan toe
Maar wat de mannen dus niet wisten, is dat heel de wereld aan het meeluisteren waren op dat moment. En NASA heeft dus niet graag dat je dat soort van taal gebruikt als je dus... Dat was bij de eerste, de astronauten in het Mercury-programma, dat waren allemaal gevechtspiloten. En gevechtspilozen, als die een getal moeten lezen, dat begint met nullen. Dat is bijvoorbeeld een van de vliegtuigen die gebruikt werd om... ze hebben zo allerlei testen gedaan met vliegtuigen waar een raketje onder hangt. Die raket valt er dan af en die stijgt dan zo verder op. Dus dat was een bepaalde boeing en dat had als serienummer of als nummer 008. Dat zei niemand 008, dat was balls 8, hè, ballen 8. NASA had dat dus ook niet graag dat die astronauten tijdens hun conversatie over balls hier en balls kinder aan het spreken waren. Dus dat was iets dat ze moesten afleren, maar dat ging dus niet altijd even goed. Je hebt daar ondertussen al een aantal keren het woordje Seconal gezien. Dat was dus een slaapmiddel. En dat werd dus wel regelmatig genomen. Nu, je kunt dat wel begrijpen. Heel de vlucht was afgestemd op het moment dat ze op de maan gingen landen. Dan moesten ze uiteraard wakker zijn. Ja? En dus heel de rest van de vlucht was daarop gebaseerd. Maar dat kwam helemaal niet overeen met hun natuurlijke ritme. Dus eigenlijk zat die gewoon met een... Heel wat astronauten zaten gewoon met een knoert van een jetlag. Daar komen we eigenlijk op neer. Plus ook dat je geen natuurlijke geen zon hebt en dat soort van zaken. Heel dat ritme is sowieso een beetje kunstmatig vandaar. Nu, normaal gezien, als Apollo 11, als die op de maan geland waren, moesten die gaan slapen. Nou, je kunt wel begrijpen, je hebt daar met al die alarmen en weet ik wat allemaal manueel overnemen en zo verder enzovoort. Dik, hè. Armstrong had er inderdaad op het moment dat ze het computeralarm kregen, zijn hartslag serieus naar boven gegaan. Dus als die dan eindelijk op de maan staan, dat is... Maar je voelt dan die adrenaline nog door je lijf pompen. Je gaat niet slapen op dat moment. Dus die hebben gevraagd, zeg, mogen we ons gewoon niet voorbereiden op de wandeling en we zullen achteraf wel gaan slapen. Daar hebben ze dus inderdaad de goedkeuring voor gekregen, waardoor dat ze dan wel een extra lange werkdag hadden. Plus, in die maanlander, het is dan niet dat je daar comfortabel kunt gaan liggen. Je kunt daar met twee maar amper staan. Laat staan dat je daar kunt liggen. En er is wel degelijk zwaartekracht op de maan. Dus tussen liggen en staan slapen, dat is wel degelijk een groot verschil. In ISS speelt dat allemaal geen rol. Je hebt toch geen gevoel van onder of bomen, maar op de maan heb je dat wel. Plus, Apollo 11, die mannen die sliepen ook in een ruimtepak. Maar je hebt dan ook nog, hetgeen dat ze op de maan droegen, dus een portable life support system. Dat hadden ze ondertussen weer afgedaan. Dat zweefde, of dat lag daar ook nog rond. Er lag nog een hele hoop andere rommel. Dat was echt niet gemakkelijk om daar te slapen. Dus daarom, zij moesten maar één wandeling doen. Dus op het moment dat ze terug binnen waren, hebben ze zoveel mogelijk, dat ze meer nodig hadden buiten gegooid, dat gaf extra plaats. Zoals gezegd, met ruimtepak aan en een helm op, omdat ze schrik hadden van al dat stof. Probleem is, ja, maanlicht, want je landt natuurlijk op de maan als de zon schijnt. Dat weerkaatst dus allemaal in uw capsule. En ze hadden blijkbaar wel gordijntjes of iets dergelijks voor de ramen te doen, maar die lieten veel te veel licht door. Plus ook alle lampjes in de capsule, dat stoorde ook. En dan had Armstrong, die had dan eindelijk een plaatsje gevonden. En dat zijn zo telescoopjes waarmee dat je de aarde kunt zoeken, een soort van sextant zal ik maar zeggen. Het moet toch wel lukken, zeker. Dus als hij lag, keek hem daardoor en zat de aarde daardoor te schijnen. Dus zat er nog eens een keer extra licht in zijn ogen. Je kunt maar pech hebben, zeg ik dan. Plus dat er ook nog veel lawaai was en... Dat een aantal keren terug opnieuw wakker geworden is, omdat er was een probleempje met zijn koeling, of was dat dan hun eigen schuld was, dat weet ik ook niet goed, maar alleen. Je ziet hier, dat is geen ideale tekening, maar ja, probeert u dat maar comfortabel te leggen tussen aanhalingstekens. Dat is dus niet de beste manier om een rustig dutje te doen. Apollo 12, die hebben zonder helm geslapen, maar wel met ruimtepak ook aan. Die hadden voor de rest niet al te veel klachten. Alleen Conrad, die is na 3 uur wakker geworden en het was zijn eigen schuld, want blijkbaar zitten daar een aantal riemen om dat ruimtepak een beetje strakker of zo te doen. En door daar te liggen, zat hij daar niet goed in dat ruimtepak. Dus heeft ze de maat moeten wakker maken, die dan waarschijnlijk ook weer zat te vloeken dan. Maar om al die riemen en zo een beetje losser te doen, zodat dat ruimtepak iets minder zijn lijf impactte. Maar die hadden ook al wel hangmatten mee. Bij Apollo 14, en dat vind ik een beetje raar, nu, dat je schuin stond daaraan toe, en als je in een gewoon bed ligt, dat je dan inderdaad het idee hebt van, ik rol eruit, dat snap ik ook, maar een hangmat, dat hangt toch ergens aan vast, je gaat je hangmat gaat niet zo liggen, hè? Ik bedoel, dat gaat gewoon zo liggen, hoe dat ook staat,
dat gaat altijd goed liggen. Dus waarom dat die het idee hadden dat ze uit hun bed aan het rollen waren, dat weet ik ook niet. Want die van 15 die stonden nog wat schuiner en die hadden helemaal geen problemen. Dus die deden wel een ruimtepak ook volledig uit. Vanaf 15 hebben ze altijd hun ruimtepakken uitgedaan om te slapen. En hier zie je ze liggen. Misschien dat inderdaad dan de positie, als je dat zo ziet, afhankelijk van hoe dat dan de lander misschien stond, dat dat inderdaad ergens een probleem gaf, ik weet het niet. Maar in een ene lander wel, in een andere lander hadden ze daar geen problemen mee. Dus. Ja, en er was ook, we zijn ook tegengekomen, blijkbaar moesten die, als ze terug in de maanlander waren, moesten ze zich ook met kabeltjes en zo terug met de computers verbinden, zodat de dokters beneden alle medische metingen kregen van hartslag, lichaamstemperatuur en zo verder. Maar als ze daar in een matrasje lagen of in de lucht, in een hangmatje lagen, dan die kabels worden dan weer te ver en dan moesten ze, dat was zo'n heel gehannekesnest, ze hebben die kabels allemaal losgetrokken gewoon weg. Ook nog een interessante statistiek die ik naar aanleiding van al dat onderzoek ben tegengekomen. Dus er zijn er 24 astronauten die naar de maan gevlogen zijn, er zijn er dan 12 die dus gewandeld hebben. En als je kijkt naar astronauten die nooit naar de maan geweest zijn, die gewoon ofwel niet in de ruimte geweest zijn of gewoon in een baan om de aarde, zijn er ongeveer, gemiddeld genomen, 10% die het aan hun tikker gekregen hebben en daarvan gestorven zijn. Bij maanastronauten is dat 43%. Nochtans zegt men, van kijk, een astronaut wordt waarschijnlijk wel iets beter betaald dan veel andere mensen, misschien ook niet, maar wordt in elk geval medisch veel beter begeleid. Dus beter in conditie ook, dat wordt toch verwacht. Dus dat is toch wel een zeer significant cijfer. En testen die ze gedaan hebben, zou blijken dat dat inderdaad iets te maken heeft met de straling die we onderwege zo opgelopen hebben. Dus als we ooit terug gaan naar de maan, en zeker als we ooit naar Mars gaan, is dat toch iets waar we serieus rekening mee moeten houden. Dat was natuurlijk ook het gevaar van, kijk, we vliegen naar de maan en mogen wel ervan uitgaan dat op de maan er geen leven is. Er heeft ooit iemand gezegd van, kijk, de maanbodem bevindt zich in een groot vacuüm. Geen water, intense ultraviolette straling, de zonnewind, grote temperatuurswissing. Als je dus ergens één steriele omgeving wilt gaan zoeken, dan vind je die op de maan. Daar is geen leven. Ja, maar zet erin. Misschien een beetje, een paar centimeters onder de grond. Er zit misschien wel leven, want dan zijn ze beschermd tegen en bla 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 bla. De schrik was niet zozeer dat wij onze beestjes naar de maan gingen brachten, want anders zouden we ons lachend kaksje niet achtergelaten hebben, maar dat we de beestjes van de maan terug naar de aarde zouden nemen. En wie weet wat er dan gebeurt. Er zijn science fiction films genoeg over van die vreemde beestjes die hier in de aarde komen en muteren en monsters en wat weet ik wat allemaal. Dus ze zaten serieus met de poepers, om in deze woordkeuze te blijven. Ja, daar zijn dus wetenschappelijke studies over verschenen. Men heeft daar toch het hoofd over gebroken enzovoort enzovoort. En men ging daar iets aan doen. Gewoon om er inderdaad voor te zorgen dat er geen besmetting van eventuele maanbeestjes de aarde om zeep zou helpen. We hebben infrastructuur nodig. Dan zijn ze gaan zien, ja, we hebben zoveel biologische besmettingen en zo. Dat moet bepaalde eisen voldoen. Ze vonden er wel 12. Maar dat was toch niet hetgeen dat ze nodig hadden. Dan moest geld komen om iets nieuws te bouwen. Ja? Dus ze vroegen $9 miljoen om iets nieuws te bouwen. $9 miljoen is weer veel geld. Dat moest weer al naar Houston gaan. En dat had daar liever geld in een andere staat gezien. Maar ja, Houston was mission control en daar zaten het astronauten in de training. En dat is daar dan toch gekomen uiteindelijk. En het Lunar Receiving Laboratory is dus in Houston gebouwd. Wat was zo min of meer de drill? Als dus de capsule in de oceaan was neergekomen. Deze als die moesten beginnen doen, hij had doekjes bij om zichzelf al een beetje te ontsmetten. Ik heb in de week een citaat gevonden van Aldrin. Die doeken om het stof af te vegen, die werden later gewoon in de oceaan gegooid. Dus hij zei, so the poor underwater creatures got our moon germs instead. Dat waar is, dat weet ik niet, maar dat is hetgeen dat hij zegt. Ook op het moment dat ze dus de capsule verlieten, moesten die zo een biologisch isolatiepak aantrekken. Ja? Werd heel die capsule ook behandeld met antiseptisch middel? Of dat dat ook de buitenkant is, dat weet ik ook niet. Ondertussen hebben ze dus al wel een paar kilometer door die atmosfeer gevlogen en zo verder. Wat. En dan moesten ze dus in een mobile quarantine facility komen. Dat stond ergens op een boot. En dan, als de boot dan aan land kwam, werd dat allemaal met een helikopter en zo verder of met een auto overgevlogen naar Houston. Hier zie je ze. Komen ze eindelijk terug van de maan en dan mogen die dus volledig afzonderen van de wereld. Niet alleen met dat pak, maar dus ook dus in die afgesloten dingen. Als de president op bezoek komt, ja, die mag daar natuurlijk niet binnen, want dan moet hem binnen blijven.
Dus ze kon eens een keer wuiven. Ook als de vrouwen op bezoek kwamen, je bent dan een week weg geweest, maar dan sluit ze nog 3 weken op. Want je moest dus 21 dagen in dat ding blijven. Niet hier, want dit is het tijdelijke ding dat dus op de boot stond. Maar als je dan in Houston kwam, werd je overgeplaatst naar een grotere quarantaineomgeving. En Aldrin zegt van, dat was zeer comfortabel, maar dat was geen bal te beleven. Hè. Je zit daar dus, je kunt dus niks doen. Apollo 11, 12 en 14, daar hebben ze dat bij gedaan. 13 uiteraard niet, want die zijn niet geland. Vanaf 14 waren ze duidelijk, oké, ja, er is helemaal geen gevaar. We moeten dat niet meer doen. In dat laboratorium werd dus niet alleen de astronauten in quarantaine gezet, daar werden ook al het maanmateriaal dat men verzameld had, werd daar ook bijgehouden. Dat moet uiteraard ook afgesloten worden, want als je dat onderzoekt en wie weet wat er allemaal al opgekomen is, dus dat moet allemaal mooi afgesloten blijven, moet ook in een afgesloten omgeving behandeld worden enzovoort enzovoort. En een van de dingen is, met Apollo 12 zijn ze vlakbij de Surveyor 3 geland. Dat is de enige die in de Apollo 12 staan, Surveyor 3. Dat was een maanlander die een aantal jaren voor Apollo 12 op de maan geland was. Onder een 2,5 jaar ongeveer. Ze zijn daar naartoe gewandeld, want dat was ook de bedoeling. En ze hebben daar een tv-camera van meegepakt. Je ziet hem hier, de tv-camera. Die hebben ze meegepakt. Die is dan later onderzocht in het laboratorium. Oh-oh, daar zitten beestjes op. Alright, de Streptococcus mitis. Dat is dus wel heel bizar. Hè? Die dingen zijn in april 67 gelanceerd. Die beestjes die zaten daarop. Die hebben de tocht door de ruimte naar de maan overleefd. Die zijn geland op de maan. Die hebben daar 2,5 jaar op de maan gestaan. In heel die bizarre omstandigheden waar dat geen leven in mogelijk is. En er zijn er toch, hoeveel was het, 50 tot 100 die het overleefd hebben. En die hebben we nu terug mee naar aarde genomen. Dat was een geweldige ontdekking. Werd breed mee uitgepakt. Dan hebben ze een tijd later dat toch eens allemaal terug aan het onderzoeken geweest. En al die dingen, al die handelingen zijn ook gefilmd geweest. Ja, en dan bleek dat er een paar mannen bij waren die daar gewoon in hensmouwen bij stonden en zo eens een keer op geniest hebben. Ja, natuurlijk dat daar dus beestjes op zaten. Hè. Het is dus een contaminatie van de camera op aarde en heeft helemaal niks te maken met beestjes die over het weer gevlogen zijn. In elk geval was een wijze les van als we ooit nieuwe maanmonsters naar hier krijgen of bodemmonster van Mars of van planetoïdes of wat dan ook, dat men dat toch een beetje deftiger moet aanpakken dan dat ze daar vroeger deden. Op één na het laatste, dat zijn de wrist checklist. Zo'n astronaut, die had een heel programma en je kent dat natuurlijk allemaal niet van buiten. Bij Apollo 11, die had dat gewoon een papiertje op hun handschoen staan. Dat was hetgeen dat ze tijdens hun 2,5 uur moesten doen. Wat stond daar niet op? Planten van de vlag, de groet aan de vlag en dat president Nixon belde, dat stond daar ook niet op. Ja. Maar voor de rest, dat dan ook grappig, hetgeen dat Armstrong niet mocht vergeten was dat contingency sample, dat eerste bodemmonster, stond daar ook mee op. Vandaar dat je dat vergat natuurlijk. Je moet dat daar allemaal opzetten. En uiteraard heeft Armstrong een ander lijstje dan Aldrin. Ja? Nu, Apollo 17, bijvoorbeeld, die zijn er 3 dagen geweest. Dan komt er natuurlijk met dat lijstje niet toe. En naarmate Apollo 16 bijvoorbeeld, dat was een heel boekje dat die op hun arm hadden liggen. Ja? Ah ja, dat zijn 3 ruimtewandelingen, elke keer allemaal andere dingen. Je ziet ook dat je dus wel enorm veel afkortingen moet gaan leren. Ja, dat is H1-antenne, dat ken ik nu ook wel. Maar voor al die andere zaken, dat weet ik ook niet wat dat is. Niet belangrijk voor mij. Maar die mannen moeten dus wel weten wat dat allemaal is. Dat werd voorbereid door een aantal mensen. In de achtergrond, dat was hun werk niet. In de achtergrond waren een heleboel mensen bezig met alle documentatie in orde te houden, procedures up-to-date te houden. Weet ik wat allemaal, zodat ze daar zelf niet moesten voor zorgen. De bemanning, dat werd voor hun gedaan. En je ziet Apollo 12 kon het op de maan rondhollen en met zijn boekje open. En dat boekje, daar stonden ze al eens van die leuke tekeningetjes in. Astronaut die dat documenteerde, die moesten zich toch met iets bezighouden. En die zetten daar zo van die leuke tekeningetjes in. Of zoals hier, kijk, je moet je instrumenten uitzetten en moet je dat nu opblazen? Of ik weet niet wat dat hier juist bedoeld wordt. En als je dat gedaan hebt, dan mogen we wel heel blij zijn, weet ik wat. Of je moet flatbacks moeten misschien op die zakken met poep springen. Ik weet niet wat dat daar de bedoeling van is, maar zwart. En dan draait je de volgende bladzijde om en dan zie je dus dit staan. Dan heb je enige interessante heuvels en vallei gezien. Dus dat zijn 4 playmates
erin geslaagd om ook op de maan terecht te komen. Wie geïnteresseerd is in namen en betere foto's, die kunnen dat volledig zelf opzoeken. Omwille van de privacy laat ik dat even achterwege, uiteraard. Laat ik volledig aan u over. Maar die mannen zaten daarmee te lachen. Uiteraard, je draait dat open en je staat daar. Je mocht daar natuurlijk niks van zeggen, hè, want het vluchtleidingscentrum wist daar dus niks van. Dan zijn we bijna aan het einde. De laatste woordjes, we hebben de eerste woordjes gehad. We mogen dan toch eindigen met de laatste woordjes. En dan komen we bij Apollo 17, uiteraard. Kernan, the last man on the moon, hè, heeft dan hier deze woorden uitgesproken, die ook nog altijd en overal geciteerd worden. Ik ken ze ook wel niet van buiten, maar zwart. Maar ik, elke keer als ik die slide laat zien, zet ik daar ook een citaat van zijn vrouw bij. En als je denkt, ik heb dat ook al een aantal keren in een voordracht hier gebruikt, als je dus denkt dat naar de maan gaan moeilijk is, moet maar eens proberen de vrouw van een astronaut te zijn. En dat heb ik dan speciaal voor vandaag eens een keer verder uitgezocht. Bijvoorbeeld, die vrouwen van de Apollo 1-astronauten, die daar in de capsule verbrand zijn, dat is het enige cijfer dat ik zo onmiddellijk gevonden heb. Chaffee, Martha Chaffee, die hadden twee kinderen. Omwille van dat accident heeft hij $2000 gekregen. Dat is alles. Ze heeft wel, schreef ze dan toe, ze hebben de onkosten van de begrafenis en de reisvergoeding, die hebben ze ook betaald. Ja, okay. Pat White, dat was de vrouw van Ed White, die maanwandelaar, die dan dus ook mee in de brand is omgekomen. Die heeft een overdosis slaappillen genomen, die is daar wel uit, hij heeft dat wel overleefd. En dan hebben de andere astronautvrouwen haar dus opgevangen. En dan is er die klaarblijkelijk doorgekomen. Ze is later hertrouwd, maar heeft dan in 91 toch, omwille van dat dan nog altijd speel in haar kop, heeft die zelfmoord gepleegd. En de vrouwen, die noemden zichzelf de Astronauts Wife Club, of de Astronaut Wives Club. En die hadden als motto, maar dat zal een beetje sarcastisch bedoeld zijn, proud, thrilled and happy. Was effectief dus de bordjes die ze moesten laten zien van de NASA toen de Apollo 12 met succes gelanceerd was. Stonden ze daar allemaal buiten voor de camera's. En dat is heel schattig natuurlijk als de vrouwen allemaal achter hun man staan. Maar de realiteit was een beetje anders. Van de 30 astronauten uit de beginperiode van de Amerikaanse ruimtevaart zijn er 7 uiteindelijk niet gescheiden. Ja? Al de andere huwelijken zijn spaak gelopen. Een aantal voorbeeldjes dat ik zo gevonden heb. Trudy Gordon, die heeft haar vent al verlaten voordat hij astronaut was. 4 maanden later werd hij gekozen tot Mercury-astronaut. Ja, en zo juist van zijn vrouw vanaf. Dat stond niet goed bij de NASA. Dus die hebben het dan terug maar in orde gebracht. En die zijn dan voor de schone schijn nog een tijd bij elkaar gebleven. Na zijn laatste ruimtevlucht is het definitief afgebold. Als je ooit The Right Stuff gezien hebt, die film, dan wordt er ook een allusie op gemaakt. Er waren zo vrouwen die jachtmieken op astronauten voor af te strepen. We zijn met een dia gaan slapen en we zijn met een dia gaan slapen. Dat zijn de Cape Cookies. Ja. En veel vrouwen wisten dat wel, maar voor de NASA zagen ze dat dan maar door de vingerstekers. En Don Eisel kreeg van zijn vrouw dus regelmatig de verwijten dat hij weer ontrouw geweest was. En hij zei, och, mens, je bent zot, waar kom jij nu mee af? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, als ik zot ben, dan moet ik eens naar de psychiater gaan. En zei, niet doen, want dan word ik ontslagen. NASA kon daar dus echt niet mee lachen als er zo'n ding allemaal gebeurde. Ja. En ik, dat waren dan de laatste woorden. Je hebt ze van de astronauten gehad, je hebt van de vrouwen van de astronauten gehad. En dat is mijn laatste woord. Dan bedankt voor uw aandacht.